Goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Brugwachter. We zitten hier weer in het Brugwachtershuisje en vandaag zijn we met Peter Glas, met Ilse Vermeulen, met Stan Genera en ik, Floor Snels. Het is 30 oktober en dit is alweer onze 17e uitzending. Om te beginnen, we hebben het geweldige nieuws gehoord dat jij de Delta-commissaris bent. Sorry, we moeten er even mee beginnen. Ja. Dit is vers nieuws. Kan je heel kort vertellen wat dat inhoudt? En... Dat klopt. Ik kan het niet ontkennen, maar het is pas 1 januari, dus ik ben gewoon nog voorzitter, watergraaf van waterschap De Dommel. Maar vanaf 1 januari de tweede Delta-commissaris in ons land. Dat heet officieel een regeringscommissaris voor het Delta-programma. En het Delta-programma, dat is, is eigenlijk een plan wat elk jaar wordt uitgebracht op de derde dinsdag van september. Als de troonrede wordt uitgesproken, dan brengt de Delta-commissaris een plan naar buiten van wat we moeten doen om Nederland veilig te houden. Om voldoende water te hebben voor de natuur, voor de boeren, voor de industrie. En sinds vorig jaar ook een plan wat heet ruimtelijke adaptatie om ons te wapenen tegen klimaatverandering. Ook in de stad, dus ook in 's-Hertogenbosch. En dat plan is pas sinds vorig jaar eraan toegevoegd? Nee, dit jaar is het 10e plan uitgebracht. Oh, okay. Dus de vorige Delta-commissaris, of eigenlijk de huidige, Wim Kuiken, heet hij. Die heeft nu zijn 10e plan uitgebracht. En nu gaat hij met pensioen. Dus er werd een opvolger gezocht. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En nu ben ik het. Waren er veel mensen die nieuwsgierig waren? Dat is geheim. Dat weten we niet. Dat weten we nooit. Dus jij weet zelf ook niet uit hoeveel concurrentie je hiervoor hebt moeten vechten. Ik ben het geworden. En dat is het belangrijkste. Ja, geweldig. En Ilse, jij bent beeldkunstenaar. Ja. En je hebt iets met een bijzonder huisje. Ik heb er al het een en ander over gehoord. Maar het zou wel mooi zijn als je een beetje kan vertellen wat het precies inhoudt. Dit bijzondere huisje en hoe jullie elkaar kennen. Het is inderdaad een heel bijzonder gebouw. Het is het oude gemaal in het natuurgebied het Bossenbroek. En ik voel me altijd heel erg bevoorrecht als ik daar binnen ben. En dat is ook de enige plek waar ik de tijd vergeet. En eigenlijk als je het aan iemand vertelt, dan heb ik al bijna zoiets van bijna een gevoel van... wat ik zei. Het is gewoon een hele goede plek. En hoe ben je in deze bevoorrechte positie terechtgekomen, als ik vraag? Wij hadden een hond. En die is ook heel oud geworden. Mm-hmm. En een jachthond. En wij liepen dus elke dag langs het oude gemaal. En toen was het eerst nog in gebruik. Dus, maar ik dacht altijd, al stel je toch voor, al is het maar een paar uur per dag dat je daar zou kunnen werken. En toen stond het een tijdje leeg. En toen heb ik gewoon gebeld. En blijkbaar... En toen was het nog niet echt geschikt. Want er staan natuurlijk heel veel... oude motoren. Obstakels, zeg maar. Ik vind geen obstakels. Ik vind het heel interessant. Maar toen zat ook de krachtstroom er nog op. Dus het was ook niet dat je het zomaar kon gebruiken. Maar... Ja, op een of andere manier was ik op het juiste moment, heb ik gevraagd of het mogelijk was. En het waterschap heeft er ook altijd nog gebruik van gemaakt. Dus en dat was eigenlijk voor ons, of voor mij in ieder geval, een ideale situatie. Dus ja, atelier zit daar. Ja. En ondertussen is het ook gedeeld gebruik met het waterschap. Ja, in het begin vooral. Want er werden er ook metingen verricht. Dus bepaalde kasten die er heel spannend uitzagen, daar kwam ik dan niet aan. Of daar zet ik geen dingen voor. En af en toe liep er in één keer zo'n kickforce man binnen. Dat vond ik dan ook wel weer heel grappig. Maar verder kon ik gewoon mijn dingen doen. Dus, En merkte je dat je werk daardoor beïnvloed werd? Door die omgeving het water? Het Bossenbroek en het moerassige bedoel ik. Zeker door de ruimte, want ik ben nu ook een heel groot project aan het doen en dat heeft ook alles te maken alleen maar met met mijn atelier. En ik kan daar ook niet alles doen, dus ik ben er ook niet een hele dag, want ik doe veel met brons, maar dat kan ik daar niet doen. Ik zet daar extra geen computer neer, want dat vind ik daar op een of andere manier, hoeft dat daar niet. Maar ik kan daar dingen laten liggen en als ik dan terugkom, dan denk ik, oké, zo hoort het. En dan de uitwerking doe ik vaak ergens anders. Maar alles ontstaat er wel.
En ik heb bijvoorbeeld een keer, ja, dat een hele tijd geleden is dat begonnen. Soms is het ook niet zo bedacht, maar later denk je, waarom heb ik dat eigenlijk zo gemaakt? En dan zie je dat dat heel erg ook te maken heeft met de plek waar je zit. Ik had bijvoorbeeld een keer een reeks bronzen vogelhuizen gemaakt met vleugels. En toen dacht ik, ja, waar, weet je, met terugwerkende kracht ga je het dan verklaren. En toen dacht ik, dat is eigenlijk precies het gevoel wat ik heb als ik in die ruimte ben. Dus met mijn rug naar de stad en met mijn blik naar de polder. Niemand ziet mij, maar ik heb wel een gevoel van vrijheid. En ondertussen ja, doe ik mijn dingen, zeg maar. En, dus het is niet altijd zo bedacht, maar het heeft wel heel veel mee te maken. Ja. Dat is mooi. En jullie hebben die mogelijkheid of ja, geboden. Deze ja. kans kon jij heel toevallig grijpen. Ja. Maar komen dit soort vragen vaker? Zijn dit ook dingen waar jullie mee dealen? Of is het... Nou, deze is wel uniek. En de kans, ja, Ilse heeft inderdaad precies op het juiste moment de stoute schoenen aangetrokken. En volgens mij tussen de vragen dat je er zat, zat niet eens heel veel tijd. Dat was eigenlijk, ik weet nog dat je daar eigenlijk van bijna van in de war was. Van, kan dat dan zomaar? Ze had eigenlijk niet verwacht dat we ja zouden zeggen. Maar het Bossenbroek is in 1995, dat is alweer heel lang geleden, helemaal ondergelopen. Omdat het gewoon hartstikke hard regende. En de Dommel door de dijk brak op de plek vlakbij dat gemaalte. Ja. En daar hebben we later dus besloten dat de dijken versterkt moesten worden. Dat de A2 helemaal ingepakt is in kades, zodat die niet meer kan onderlopen. Is dat toen de A2 overstroomde en de surfers op de A2? Klopt, dat plaatje wat de Bossenaren heel goed kennen. De surfer op de A2. Ja. En toen in dat... project is ook een groot nieuw gemaal gemaakt. De Bossenaren kennen dat. Dat is het ingenieur A.J.A.M. Segersgemaal. En dat staat vlakbij de flyover van de snelweg. En zodoende kwam het gemaaltje eigenlijk buiten gebruik. En, maar het is wel een stukje cultureel erfgoed. En heel beeldbepalend voor dat hoekje daar. En dus eigenlijk, Ilse past erop sindsdien. Nou, nee, ik heb het wel helemaal eigen gemaakt. Dat is natuurlijk wel, wordt natuurlijk steeds erger. En die kelder, want dat is natuurlijk... ik ben ook altijd heel erg... hoe zeg je dat? Ik probeer ook geen dingen te doen die... ik ga er geen barbecues houden. En open atelierroute doe ik er ook niet. Alleen als er een verzoek komt van het waterschap of van de gemeente... dan doe ik mee. En anders hou ik het lekker naar binnen gekeerd. En, maar die kelder bijvoorbeeld, daar heb ik wel eens school... klassen zijn ontvangen, heeft iemand van het waterschap alles verteld over het hoge water. Kijk, dat vind ik dan... Want in de kelder is het nog heel duidelijk zichtbaar dat het een gemaal is. Ja. Of hoe moet ik het huisje voor me zien eigenlijk? Nou, dat is heel lastig, want toevallig ben ik nu met een project bezig. En dat heet Studiolo. En een studiolo is eigenlijk de voorloper van een museum. En vroeger was het niet zo duidelijk wat nou onderzoeksruimte was. Ja, mensen vonden het heel leuk om dingen te ontdekken, dingen mee te nemen. Ik ben ook een verzamelaar en ik ben nu een project bezig en samen met Beke Hofman. En die zei, het is net een studiolo in je gemaal. En daar, maar dat is ook omdat die ruimte zich daarvoor leent. Het heeft natuurlijk iets heel tijdloos en daardoor kom je ook tot... Ja, het is jammer dat... ik kan het niet zo goed... maar al die apparaten die hier staan... Mensen denken, oh, dat is een gemaal. Je ziet hier dus een gemaal en je ziet... Dat heb ik intact gelaten ook. Een soort draaiwiel om dat te bedienen en relingen. Ja. Want we zien hier een rood draaiwiel. En je kan blijkbaar aan dat draaiwiel draaien. En achter het rode draaiwiel staat een groot zwart... In mijn ogen een ketel, maar dat is dus een gemaal. De motor. Ja. Wat gebeurt er als je aan dat rode ding draait? Nou, niks meer, want de krachtstroom is er afgehaald. Maar ja, Peter, vroeger veel ging beter. Er waarschijnlijk beneden in de kelder dan een klep open, waardoor het water bij het gemaal kon komen of juist weg kon lopen. En dus, over welk water hebben we het dan? Oké, dit ligt dus aan de Dommel. Mm-hmm. Hè, daar waar de Dommel eigenlijk de stad binnenkomt, daar is dit gemaal geplaatst. En het gemaal hield de polder, het Bossenbroek, droog. En die functie is dus nu door dat Segersgemaal overgenomen. En we hebben niet zo heel veel polders aan de zuidkant van Den Bosch. Dit is een uniek voormalig moerasgebied. Ja. En dat houden we droog. De boswachter van Staatsbosbeheer, Janneke, die kan daar natuurlijk straks ook veel meer nog over vertellen. Want het is niet alleen een opvang voor
als het water op de Dommel te hoog staat, dan is het een soort noodoverloopgebied om te zorgen dat de stad niet onderloopt. Ja. Maar tegelijkertijd is het een prachtig natuurgebied en het wordt alleen nog maar mooier. En het is een je kunt er overal recreëren, je kunt wandelen, fietsen. Het is geweldig mooi en uniek, zo vlakbij de Sint-Jan. Ineens prachtige polder. Ja, dus daar kijk je op uit, want we zien dus de foto nog voor ons liggen, die je net liet zien, met het prachtige gemaal. En heel groot glas daarachter. Is dat het raam waar je uitkijkt over de... Als je het leuk vindt, het is een beetje lastig. Ik heb in 10 jaar, daarom weet ik ook dat ik al 10 jaar zit, heb ik elke keer dat ik... Dit is een selectie en dit zijn hele kleine foto's, maar het zijn... je kan ze zo groot maken als je wil. Maar ik heb het landschap steeds, ik noem het altijd mijn landschap in kruisvorm, heb ik gefotografeerd als ik in het gemaal kwam, dat raam. En en dan zie je gewoon ook die natuur veranderen. En dat is zo boeiend. En, want zien wij hier de foto's per jaar in een andere tijd? Of in chronologische volgorde? Het is wel chronologische volgorde. Mm-hmm. Het zijn 10 jaar. Dit is heel recent, want toen is het geschilderd. Hier zie je nog de stijgen van... maar ik vind het zo boeiend als je hier bijvoorbeeld die kleur van het water ziet. Als je het over water hebt. Dat kwelwater, dat soms is dat knaloranje. En soms zie je er niks van. Nu hebben ze weer alle begroeiing er een beetje uitgehaald. En is het weer heel anders. Maar dat is echt heel erg fascinerend. En, dus dit is mijn... dit is ook niet zo bedacht. Ik vond het gewoon een mooi raam en ik heb dat gefotografeerd. Want ik dacht, hier heb ik eigenlijk alles. Lucht, land en water. En het zijn van die ruitjes. Hè? Je ziet dus een vierkant raam met 9 vakjes. Ja. Door de spijltjes in het raam. Dus, dus het landschap wordt als het ware ook nog in die... In die ruitjes gevangen. Ja, dat precies. Het doet mooi. Me ook denken aan als je op je iPhone heb je soms ook dat je op een foto maakt. Ook geen merken noemen, iPhone. dat je een foto maakt en dat je dan die rastertjes ziet, zeg maar. Daar doet me ook heel erg aan denken. Ja. En soms dan vind ik het... Ja, ik bedoel, Peter is ook van de vogels, weet ik. Maar soms word ik er heel blij van. Dan denk ik, dit was dan om 4:30 's morgens. Maar... dan zie je daar die... alles even verhalen. Zo'n staartmeisje. Ja, zo heerlijk. Maar dan zit die merel, die zit dan te wachten tot die kruibels er afvallen, weet je wel. Dus, mooi. Maar, ik zag net, als ik het goed heb, in jouw werk ook veel vogels terugkomen. Je vertelde net over de vogels van de vogelhuisjes. Ja, zeker. Heeft al jouw werk met vogels en vleugels en te maken? Of is het nu wat ik tot nu toe heb gezien? Nou... Het is wel zo dat heel veel werken op een of andere manier vleugels hebben. Maar ik zei al, ik moest dat ook weer verklaren. En toen dacht ik, misschien is het wel een kinderlijke vorm van escapisme. Ik weet het niet. Maar dat is wel zo. Ja. Maar goed, en dat is altijd al geweest? Niet sinds je daar zit of iets dergelijks? Nee, maar die vogels, dat is wel... Natuurlijk, als je elke dag... Of niet elke dag, maar als ik door de polder fiets... Want ik ga altijd op de fiets... Dan heb je een andere relatie tot de natuur als dat je niet door de natuur fietst. Mm. En dan zet ik mijn fiets naar binnen en dan de deur dicht. Ik krijg altijd een beetje een soort bijbels gevoel bij wat je doet. Het gaat wel over het leven, ook, we zien kruisen en vleugels en soms een beetje duivelachtige wezens. Ja. Ik dacht ook, je kan bijna nou niet meer over Jeroen Bos beginnen. Maar het heeft natuurlijk, dat die ruimte roept dat ook wel op. Ook die kelder, want net kwam, maar als je die keldertrap afgaat, je moet eerst zo'n luik opentrekken. Met een heel zwaar luik. En dan ga je die kelder in. En die galmt. En daar lopen ook hele mooie spinnen. Maar dat maakt me niet uit. Maar dan zie je van bovenaf 2 van die hele grote slakkenhuizen eigenlijk. Hè? Van die okerkleurige slakkenhuizen. En die zijn dus ook al uit 1929. Die kunnen er ook nooit zomaar uit. Want die zijn zo zwaar. En die slakkenhuizen werden... is een naam voor een onderdeel van het gemaal. Ja. Ik kon er een voorstelling bij maken dat het er zo uitzag. Ja. En dat je het daarom zo noemde. Maar het ziet er echt zo uit. Van bovenaf. Het is een grote gietijzeren ding. Ja. Mm-hmm. Wat zorgt dat het water in een bepaalde richting, zeg maar, draaiend naar binnen wordt gezogen. Ja. Ja. Maar het water van de ene kant, dus van de polderkant, naar de Dommelkant. Dat noemen wij het slakkenhuis. Ja, en heel logisch, want het ziet er ook echt zo uit van boven. Dus de hele kelder is al een ervaring op zichzelf. Ja.
Ja, mooi. Ja. Ik vroeg me af, in 1929 is dan jouw huisje, noem maar jouw huisje, gebouwd, sorry. Peter. Ja, nou ja, zo voel ik het niet hoor. Oké, gedeeltelijk in gebruikleen jouw huisje of iets dergelijks, maar maakt ook niet uit. Die is toen gebouwd en nu is er een nieuwe moeten bouwen in 1995, als ik het goed heb. 10 jaar geleden, hè? 10 jaar geleden. Ja. Dan, hoe zien jullie de toekomst voor je? Want in de toekomst dreigt er veel meer water te komen vallen. En zou die duur voor een nieuwe, groter gebouw sneller komen? Of? Nou, het kan een beetje technisch worden. Maar veel van wat we in het waterbeheer doen, is ook technisch. Dus we hebben met z'n allen bedacht... Ja, het kan soms heel hard regenen en dan komen de Dommel en de A, die komen bij elkaar. En als de Maas nou heel hoog staat, dan kan daar het water niet door de sluizen. Dat moet dan dicht, want anders dan stroomt de Maas juist naar Den Bosch toe in plaats van ervan af. Dan sluiten we het daar, maar dan lopen de Dommel en de A, die lopen op. Als het naarmate het nog steeds doorregent, dan dreigt het fout te gaan. Nou, voordat de stad onderloopt, dan maar de polder. Dus we hebben nu het Bossenbroek. Maar we hebben ook de Gement. We hebben het Vlijmensven. Dus er zijn honderden hectare, echt letterlijk honderden hectare rondom de stad. Eigenlijk als noodopvang voor te veel aan water. Als het water niet naar de Maas kan, omdat daar het water te hoog staat. Nou, dan gaan de ingenieurs uitrekenen. Nou, hoe vaak regent het, hoe hard en hoe hoog staat het water dan? Hoe hoog is de dijk? Wat is de kans dat het misgaat? En daar hebben we met elkaar bedacht dat het niet vaker mis mag gaan. Dat een bos overstroomt. Dat is dan de definitie van wat gaat er mis. Dan eens in de 150 jaar. Mag het misgaan. Eens in de 150 jaar. Ja, want risico nul, dat bestaat niet. Dus wat vonden we redelijk? Nou, eens in de 150 jaar. Maar je kan het niet bepalen. Je kan niet zeggen, laat het dan nu maar eens even komen. Toch? Nee, je kunt niet bepalen wanneer het water komt. Of zoals dit jaar, wanneer het niet komt. Hè. Ja. Dat was minstens zo'n groot probleem voor de natuur. Precies. Als af en toe misschien dat het onderstaat. Dus je hebt één, wat we zeggen, waterinfrastructuur. Hè. Één stelsel. En dat moet zowel heel veel als heel weinig aankunnen. Het moet aanvoeren, het moet afvoeren. En het moet veilig zijn. En we rekenen dat allemaal uit. En dat is eigenlijk onze afspraak met de samenleving. Maar, we houden jullie voeten droog. Tot op een zeker niveau. Maar hoe rekenen... Want daar gaat het in mijn hoofd een beetje mis. Je zegt 150 jaar mag... Eens in de 150 jaar mag het misgaan. Maar... Hoe kan je dat uitrekenen? Dat het eens in de 150 jaar misgaat? Wie heeft de rekensom voor... Dat begint bij het KNMI of bij meteorologen. Die weten hoe vaak het op een dag 5 centimeter regent. Dat is 50 millimeter. Ik denk dat vandaag als het een beetje doorregent, zouden we wel 25 kunnen halen. Mm. En dat vindt het ook wel best nat. Mm. Maar veel vaker regent het maar 1 of 2 millimeter. Nou, dus er is een soort statistiek van hoe vaak 1 millimeter tot misschien wel kan het theoretisch 200 millimeter, 20 centimeter. In de tropen kan wel een halve meter op een dag vallen. Yeah. Dus die statistieken van hoe vaak regent het, hoe hard, die hebben we. Nou, dan hebben we de vorm van de Dommel, de lengte van de Dommel, de diepte van de Dommel. Yeah. En dat echt, dat zijn computersimulatiemodellen waar je het water dus virtueel instopt. En die rekenen dan door bij welke omstandigheden het nog net goed gaat. En dus ook dat het net fout kan gaan. En zeg je, dan moet de dijk dus 4,90 meter hoog zijn. En als hij op 4,75 meter staat, dan steken we hem door. Want anders loopt het de stad in. En nu loopt het Bossenbroek in of de Gement. Dus geloof me, daar kunnen we echt uitrekenen. Ja, dus er zit een moment aan te komen dat eigenlijk de Bossenbroek onder water zou staan. Dat zou kunnen en dat hoort ook. Ja. Dan zijn we nog steeds, op zijn Engels gezegd, in control. Ja. We houden van om in control te zijn. Kelder. Ja, en dit hoort bij het systeem. Dus als straks het Bossenbroek overstroomt, dan zit Ilse nog steeds in haar huisje hoog en droog. Boven de kelder. Ik heb wel zo'n... Misschien moet ze met een bootje er naartoe varen. Maar vlakbij Ilse trekken we dan een paar betonnen platen uit de dijk. En dan loopt keurig, zoetjes, dus geen paniek, loopt zoetjes dat hele Bossenbroek door. En de A2 kan gewoon doorrijden. En dan hebben we dat grote, nieuwe, dikke gemaal. Het Zegersgemaal. En die pompt het dan weer in 2 weken of 3 weken weer droog. En dan heeft de natuur natuurlijk wel even een tikkie.
gekregen. Maar ja, dat hoort eigenlijk bij een moeras. Dat het af en toe onder water staat. En hoe groot is de kans? Is dat iets wat We hebben, toen we het eerst ontworpen, is gedacht dat het waarschijnlijk eens in de gemiddeld 25 jaar daar onder water zou komen staan. Dus dat we dat erin sturen. Mm-hmm. Nou, het is nu 95 en 25 is 2020. Dus nou, we hebben de eerste 25 jaar bijna op zitten. Maar ja, dat is statistiek, hè? Ja. Kan ook 3 keer achter elkaar. Ja, precies. Maar 1 keer was het toch bijna? Ja, een paar jaar geleden konden we het water inderdaad niet naar de Maas afvoeren. En het liep op. En toen was het nog, nou, het was nog wel 30 of 40 centimeter onder het kritische niveau. Maar we hadden in het geheim alle zware materieel om de dijk open te kunnen maken, hadden we al klaarstaan. Want hoe wordt zo'n dijk opengebroken dan? Dan gaat er, nou ja, wat ik zei, een soort kraan rijdt dan, als het nog kan, over de dijk daar naartoe. Ja. En in de dijk, en Ilse laat dat nu zien, voor de luisteraars helaas niet zichtbaar, maar in de dijk zit een betonnen, wat wij noemen inlaatwerk, met betonnen platen daarin. Daar zitten grote ogen aan, hè, metalen ogen, en dan kunnen ze het gewoon uittakelen. Dus eerst wordt even de groene aarde, de bekleding wordt er, wat wij noemen de bekleding, dat wordt eraf gehaald. En dan takelen we één voor één, heel gecontroleerd. En dan loopt het water de polder in. Ja, het is echt bizar dat je, als je daar loopt op de Bossenbroek, dat je dus, je hebt daar fietspaden en wandelroutes, maar daar zit dus dat beton in. Als je over de dijk bij het pompgemaal van Ilse, ja, en je loopt eigenlijk terug naar de stad, dus richting de Petelaar, dan na 30, 40 meter vanaf het pompgemaaltje van Ilse, daar kun je, als je goed kijkt, zie je die betonnen elementen uitsteken boven het gras. Oh, wow. Mm. Ik vind het ook zo leuk dat daar het water toen in 95 ook binnengekomen is. Ja. Dat is ongeveer dat punt, hè? Het is precies die plek. En als je goed oplet, dan zie je achter die plek aan de kant van de polder, zie je een soort plas. En dat heet een wiel. Oh, dat is eigenlijk een kolkgat. Ja. Daarom heet het een wiel van draaien. Dus het water is daar door de dijk gebroken en heeft daar een, ja, ik weet het niet precies, maar ze zeggen dat het wel 20 meter diep is, eigenlijk een groot kolkgat uitgespoeld. En dat is daar nu nog steeds zichtbaar. Dat is het jongste wiel van Nederland, denk ik. Het jongste wiel van Nederland. Ja, want er zijn er honderden. Ja. Overal in het riviergebied, overal waar oude dijken zijn. Als je goed oplet en je fietst, dan zie je ineens, hey, een rond plasje naast de dijk. En dan de dijk met een bochtje eromheen. Dat is een wiel. Yeah. Dat was ooit waar het Van der Valk hotel is. Daar is ook een wiel. Daar is de Dommel ooit, ik weet niet hoe lang geleden, maar honderden jaren geleden ook doorgebroken. En je denkt dat is een waterpartij in de gemeente Vught. Nee, dat is een wiel. Ja. Ik ken het alleen om de weg. Ja, ik weet niet precies hoe het uit te leggen, maar rond Elshout en Heusden, ja, daar heb je ook een dijk waar allemaal wielen, ja, zitten. Toch? Dat, ja, is dan precies op dezelfde manier. Want, ja, ik kan me niet herinneren dat als ik over die dijk fiets, dat ik dan langs een water fiets. Alleen het, ik ken de situatie daar niet, nee, precies, okay, maar dan, ja, hier ook vlakbij, Den Dungen, nodig? Daar dus, ja. Is het nodig om aan de ene kant van de dijk water te hebben en dan dat water stroomt dus in de dijk en daardoor ontstaat die wiel? Ja, het water breekt door de dijk en, ja, dan ontstaat het. Okay. Ja, dus als de Maas, hè, in historische tijden, is de Maas hoog, die de Beerse overlaat, is ook nog wel een begrip wat sommige mensen kennen. Dan staat aan één kant van de dijk staat het meters hoog en aan de andere kant meters laag, want, ja, daar is de polder. Nou, als dat daar een week tegenaan staat te klotsen, dan verweekt de dijk. En, ja, soms stroomt het er zelf doorheen en dan ineens begeeft de dijk het en dan stort het met een donderend geraas in de diepte. En dan begint dat uitslijten en uiteindelijk heb je dan een wiel. Ja, dat eindigt als het water aan twee kanten van de dijk even hoog staat. Ja, en daarna begint het herstel. Dan gaan we weer dijken bouwen. En het water eruit pompen aan de ene kant. En dan weer een nieuw dijk om dat gat heen. Weet jullie hoe lang dat het geleden is dat in de Bossenbroek die dijken zijn gebouwd? En hoe dat, want het heeft te maken met de geschiedenis om Den Bosch veilig te stellen van de vijand.
En om Den Bosch veilig te stellen van de vijand hebben ze toen die dijken gebouwd. En, zodat ze de Bossenbroek vol konden laten lopen. Ja. Om veilig te houden. Maar weten jullie wanneer dat die zijn gebouwd? Want wordt dat onderhouden? Jules heeft een boekje waar alles in staat. Ik weet het zelf niet. Nou ja, weet je, ik denk... We beginnen met voorlezen. Ja. Kijk, de stad is ergens, meen ik, in 1100 of zo. Hè. Ik ben geen historicus, maar de stad is... zeker 800 jaar oud. Mm-hmm. Daarvoor was hier moeras en er waren wat zanddonken. En de hertog had hier zijn jachtbossen. Daarom heet het Sert-Hogenbos. Yeah. Het bos van de hertog. En ik neem aan dat de eerste mensen, die gingen natuurlijk hoog en droog wonen. En de A en de Dommel, die stroomden daar lieflijk omheen. Niks aan de hand. En af en toe stond de Maas hoog. Ja. Maar ze woonden op een donk. En naarmate het hier natuurlijk drukker bevolkt werd, en het werd ook een handelsstad, en het werd een belangrijke stad in het hertogdom Brabant, kwam de druk op de omgeving. Gingen mensen ook daar wonen waar het wat lager was. Dus ze gingen zich van nature, en dat gebeurde overal in de lage landen, in Vlaanderen en in Nederland, in Holland, in Friesland, noem maar op. Maar ook hier gingen mensen zich beschermen tegen het water. En... de oudste waterschappen, want die zijn daaruit voortgekomen. De alleroudste is in Rijnland, dat is in Leiden. En die hebben nog een oud perkament uit 1255. Dat ze dus officieel door de graaf van Holland werden opgericht als waterschap. Maar daarvoor deden de mensen het natuurlijk ook al misschien wel een paar honderd jaar. Dus ik ga ervan uit dat hier, naarmate het af en toe te hoog stond, dat mensen ook gewoon de schop in de hand namen en zeiden, nou, dan doen we het zelf maar. Dan doen we het zelf maar. Ja. En het is ook, ik heb vanmiddag geprobeerd even een beetje, maar ik ben natuurlijk geen waterdeskundige, maar dat vond ik wel leuk te horen, dat in het begin, eerst was het een heel kleine stadsmuur, en toen zaten ze er ook. Ja. Maar ja, dan gingen ze inderdaad erbuiten. En toen werd het lastig. Ja. En nu zit jij net buiten de stadsmuur. Dus in het gebied. Dus stel, het loopt vol, dan kom jij niet bij je atelier. Of nou, maar dat vind ik ook best wel spannend. Als dat ik denk dat Ilse dan nog jaren inspiratie heeft. Ja. Stiekem wacht. Maar dan ga je met je bootje naar het atelier. Dat mag ik niet zeggen, maar ik vind het wel... Ik heb wel gezien dat het water in 1995... Want ik stond daar bij dat punt dat het doorbrak. En dat heeft wel indruk gemaakt. Wow. Want het was heel fascinerend. Dat geluid alleen al. Een kracht. Want je dat, was toen op dat moment in je atelier? Ja, wij stonden daar. Toen was daar nog... wij gingen, nee, het was mijn atelier helemaal niet. Oké. Ik stond te kijken. Ramptoerist. En je zag dat water zo... echt dat gat. Die wiel creëren waar we het net over hadden. Hoe zag dat eruit dan? Je zag nee, echt, het was best donker volgens mij, want ik heb niks niet gezien. Maar ik hoorde, je hoorde gewoon veel. Hoe klonk het ongeveer? Nou, in ieder geval met heel veel kracht. Mm-hmm. En je wist wel dat het niet zo zomaar even een golfje was die aankwam. Maar, ik kan het niet nadoen. Voor mijn neus ligt een foto van... een soort spinvoertuig op het water? Het is een... jammer dat je het niet ziet bewegen, maar dat was... ik dacht, we gaan het over water hebben en wat heeft dat met mijn werk te maken? Indirect natuurlijk altijd, maar wij hebben een project... Julius Wintermans en ik hebben een project gedaan met de Bosparade een paar jaar geleden. En toen hebben we zo'n... zo'n schrijvertje gemaakt. Of schrijvertje, maar hij was 4,5 meter groot, maar... En die bewoog ook zo voort, zoals een schrijver voortbeweegt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Ja, want de persoon, er zit een persoon in. Dit zijn twee personen in. Die hangt ook ongeveer een meter boven het water. Nee, wel iets hoger. Hoger? En die trekt dan... Met zijn benen maakte die een beweging. En dan gingen die middelste, die poten bewogen. Maar dat technische gedeelte is niet van mijn hand. Ik heb alleen met Julius het vormgegeven. En Julius heeft het technische gedeelte verder uitgewerkt. Maar dat vond ik zo leuk van zo'n schrijvertje of zo'n schaatsenrijder. Dat hij alleen maar op zuiver water blijft drijven. En waarom dat is, dat weet ik ook niet. Die zinkt letterlijk of die kan niet zich voortbewegen als het water niet zuiver is. En dat vond ik zo mooi gegeven. Ja. Nou, dus dat is...
Ja, dat is het verhaal hierachter. Maar het is alweer 2 jaar geleden, dus... daar zit ook een foto op maar het die, water. Dat is, zo zie je maar dat je door de tijd ingehaald werd. Yeah. Jaren geleden heb ik, die heb ik in stukken... Het gemaal is niet zo groot, maar die heb ik wel in het gemaal gemaakt, in stukken. En dan ter plekke in elkaar gemonteerd. Dit paste precies op het plateau boven. Maar dit was een plastic pixel portret. Allemaal van draagtassen had ik... die had ik... op een drijvend materiaal gelegd. En, gespannen? Of? Ja, eigenlijk omkleed. Ik had die vierkante blokken had ik omkleed. Met allemaal resten van gewoon plastic draagtas. Die zoals ze gevonden. Toen waren. Maar nu zijn ze niet meer. En dat was een schreeuw tegen de plastic soep. Maar dat is al een tijd geleden. Nu zie je, er zijn geen... Nou, je bent gehoord. Ja, toch prima. Ja. Maar dat vond ik leuk. Nee, zeg geen tassen meer. Nou, dat is toch geweldig. Ja. En dan zie je maar dat sommige dingen hebben even tijd nodig. Maar dan. Dus die heeft ook in de gracht in Amsterdam bij dat plastic vissen meegedreven. Dus dat is mijn waterrelatie, zeg maar. Maar ja, dat is alweer een tijdje geleden. Nou ja, ik vind misschien Ilse, die zit daar nu 10 jaar. Ik heb 16 jaar ben ik bij de Dommel de voorzitter geweest. Dus ik ben bijna weg. Dus ik begin al een beetje om te kijken. Ik heb in die tijd ook wel de verbinding tussen het waterwerk, wat in principe, dat heb ik net uitgelegd, heel technisch kan zijn. En de beleving daarvan zien ontwikkelen. Want in 16 jaar tijd wordt er anders tegen aangekeken. Ik denk dat onze natuurbeleving, gaan we het zo nog over hebben, daar ook belangrijk in is. Maar ook onze, de culturele component daarin, de kunstverbinding. En met zoiets als Bosparade is dat gedaan. De Boulevard dit jaar was er nog een prachtige voorstelling, ook op de Zuiderplas. En je ziet het overal in Eindhoven, hebben we muziek op de Dommel. Dus naarmate de kwaliteit... Van het water, de waterkwaliteit, dus de chemische en biologische kwaliteit, maar ook de inrichting verbetert, trekken mensen, dat zit kennelijk in onze genen, als van nature naar dat water toe. En afgelopen week was de Design Week in Eindhoven. Nou, dan ga ik naar de afstuderen graduation show van de Design Academy. En er zijn een paar honderd projecten. En er zitten altijd spannende waterdingen tussen. Ja. Er was nu een jonge ontwerpster die had bedacht dat je zeekool, dat is een soort bloemkool, maar die gedijt in zout omstandigheden, dat je de hele afsluitdijk zou kunnen bekleden met een soort holle betonnen tegels met een doorsnee, een gat met een doorsnee van 70 centimeter. En dat je daar dan zeekool in zou kunnen kweken. En dat is dan een kunstenaar die iets met zo'n dijk bedenkt en met nieuwe vergeten groenten en daar gewoon heel veel aandacht krijgt. En een andere jonge ontwerpster die had regenjasjes gemaakt die een regen opvangen voor kinderen op het schoolplein. En dan kon je een kraantje draaien. Het zat ergens een soort reservaatje. En dan liep het. En dan kan je natuurlijk plantjes water geven. Of het in de laarsjes laten lopen van een klasgenootje. Maar al dat soort ideeën. En dat, ik ben er dus heel erg voor dat we die verbinding blijven vinden. Ja, en stimuleren ook. En daar vind ik ook dat een waterschap of een gemeente, in ieder geval de overheid, daar ook een taak in heeft. Ja. En dat vindt Ilse ook. Ja, ik ben het helemaal mee eens. En ik vind het nog zo leuk dat jij altijd watergraaf was en niet dijkgraaf. Dat vond ik ook altijd zo fascinerend. Dat is zo saai. Wat is dan het grote verschil? De Dommel heeft geen dijk. En voor zover ze er wel zijn, want Ilse de Gemaal is gewoon op een dijk, noemen we dat dan kades. Maar kadergraaf, dat klinkt dan weer niet. Kadergraaf. Maar kade klinkt ook een beetje afgezaagd. Nee, het is traditie. Het werk van het waterschap zit vol tradities, maar ook vol nieuwe, innovatieve dingen. Heel erg bedankt, Peter Glas en Ilse Vermeulen. En dat was hem weer voor deze keer.